alweer een tijd in het Overijsselsland. En elke week is er weer wat anders aan de hand. Gewoon Marjolein. Ze neemt je mee met haar belevenissen. Elke keer maar weer. Koken, bakken, fietsen, wandelen. Nog zoveel meer. Gewoon Rob en de kleine, het is toch altijd fijn. Je kijkt niet naar een nieuwe vlog van Rob Marjolein. Hey hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Thanks voor de lieve en leuke reacties op de vorige vlog en vlogs. En ja, het is maandag en maandag wordt hier altijd de boodschappen bezorgd. En maandag is ook mijn vrije dag, wat betekent dat ik wat uitgebreider kan koken. Het is inmiddels 4:30 en Lynn die gaat nog even naar bed voor een late middagdut. En ik ga bezig met de risotto. Nou, als eerste, wat zit er allemaal in? Groentemix, rijst, kaas, bouillon en rucola. Nou, tevens ook even de calorieën en de ingrediënten. Trouwens, als je wat hoort op de achtergrond, Lynn ligt dus net in bed en die is wat aan het huilen, maar die is super moe. Dus ik ga ervan uit dat ze zo slaapt. Maar ik ga met stap 1 beginnen. In de bereidingswijze staat ook dat je ham moet toevoegen, maar ik ga het volledig vegetarisch maken, dus dat gaan we mooi niet doen. Ja, en risotto is natuurlijk roeren, 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 dus dat ga ik de komende 15 minuten nog doen. Het is inmiddels woensdagmiddag en Lynn en ik zijn net het centrum in geweest waar we heel wat hebben gekocht. Wat ik even met jullie wil delen. Waaronder een plaid. En die wil ik graag voor vakantie gebruiken. En die is, nou, was afgeprijsd €8,99. En toen ging er zeg maar 50% vanaf. En nu ging er nog een keer 25% vanaf. Dus volgens mij was die, nou ja, om en bij de €2,20. Maar die is super handig voor vakantie. En ook heb ik bij de Hema nog wat kleertjes gekocht. Wel op de groei. Dus dat is vanaf dat ze ongeveer een jaar is totdat ze anderhalf jaar is. Maar goed, de Hema valt wat groter. Dus wellicht kan ze het nog wat langer aan. Maar goed, dit truitje voor €5. Nog een truitje voor 75% van €10. Of in ieder geval 75% korting, zo moet ik het zeggen, van een tientje. Dus dat was maar een paar euro. Superleuk trouwens. Beetje, nou, een beetje herfstachtig. Leuk printje, laat ik het zo zeggen. Ik vind het redelijk unisex, maar ook weer lekker stoer. Een jurkje. En die was voor €10 en dan ging er nog 75% korting af. Deze even tussendoor. Deze sokjes hebben we nog gekregen van een collega van Rob. Als cadeautje voor Lynn. Dus, maar ja, die passen nu gelijk. Dus die ga ik ze ook gelijk uit de verpakking halen. En die gaan in de was. En dan kan ze die binnenkort al aan. Tevens was ik naast de Hema ook in de Zeeman. En daar hadden ze ook heel veel korting. Waaronder deze leuke legging. Wellicht pyjama broekje voor €2. Met Winnie de Pooh. Een roze joggingsbroekje, broekje. Dus een beetje zo'n chill broekje. Nou, ik denk dat ze hier zeg maar van het zomer slash herfst in kan. En die was €1. En een leuk jasje, maat 86. Dus die kan ze zeg maar van het zomer slash najaar aan. En die heeft ook nog een lekkere voering. En normaal gesproken is dat jasje trouwens €15. Toen was hij afgeprijsd naar 10. En nu naar 5.
Dus super blij mee. En terwijl Lin lekker in de box ligt te spelen, ga ik ook de vlog afsluiten. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot volgende week.